Een nieuw vak op Utrechtse basisscholen. Kinderen krijgen les over radicalisering en polarisatie. En dat is hard nodig volgens professor Misha de Winter, die de speciale lespakketten voor kinderen ontwikkelt. Dus wat was het probleem? De nieuwe lespakketten moeten kinderen bewust maken over polarisatie en radicalisering. Op basisschool Waterrijk in Leidsche Rijn wordt al een andere methode van de Winter toegepast. De vreedzame school. We werken graag aan een humane samenleving binnen het onderwijs. Daar willen we een bijdrage aan leveren. Daar kan je vorm aan geven middels de vreedzame school, lesmethodes. Die helpen vanuit een aantal uitgangspunten. Die kinderen helpen met het oplossen van conflicten. Met het luisteren naar elkaar. Met respecteren dat er verschillen zijn tussen mensen. Wat doe je als er iets gebeurt wat je niet fijn vindt? Dus iemand duwt jou en jij wil dat niet. Dat noemen we een conflict. Hoe zorg je dat dat stopt en hoe los je het op en hoe zorg je dat het niet nog een keer voorkomt? Dit moet radicalisering op latere leeftijd voorkomen. De basisscholen in Utrecht gaan nu met elkaar in gesprek over de lespakketten. De kinderen krijgen daarnaast ook buitenschoolbegeleiding. Nienke Zeeman is sociaal makelaar bij Doenja Dienstverlening. Nienke, welkom. Wat doet een sociaal makelaar nu precies? Er zijn veel sociaal makelaars in alle wijken. Er zijn 5 sociaal makelorganisaties in Utrecht. En ik zat vanmorgen te denken, stel je voor je zit in de trein, coupé. En er zitten allemaal mensen met allemaal een verhaal, met allemaal mogelijkheden, vragen. En meestal is iedereen stil en rij je ergens naartoe. En sociaal makelaars zijn nieuwsgierig naar die ruimte tussen die mensen, waar kansen zitten. Misschien zit er iemand die zoekt eigenlijk een kamer. Misschien zit er iemand die heeft nog wat over voor een ander. En een beetje zo in die tussenruimte tussen de mensen, maar dan in de wijken, daar... Zijn wij in geïnteresseerd en daar helpen we ideeën samen te brengen of initiatieven te ondersteunen. En daar een fijne, levendige, leefbare wijk van te maken. Hoe zorg je nou dat je kinderen speciaal begeleidt? Ja, we hebben als speciale taak het voortzetten van de vreedzame scholen naar de wijken toe. Dus dat is echt een officiële regietaak, zeg maar, van ons. En we hebben ook een paar sociaal makelaars die daarin gespecialiseerd zijn. Die ook ouders kunnen trainen of mensen die een bestuurtje vormen ergens of die actief zijn in de wijk. En voor de kinderen maken we plek zodat ze als mediator bij activiteiten aan de gang kunnen. We staan bijvoorbeeld met een speelbus bij een plein. En daar leren we ze te ervaren hoe het is om vreedzaam gedrag te vertonen. Ja, hoe, buitenschool. Ja, ze leren het in school. Wij hebben onwijs veel profijt van, zeg maar, omdat kinderen leren al heel vroeg de taal van een conflict of ik moet even afkoelen. Ze leren te kijken naar elkaar, oog te hebben voor elkaar en samen te kijken hoe kunnen we hier iets goed van maken in plaats van elkaar de kop in te slaan. Ja, want je zei het net al, termen als conflicten, radicalisering, polarisatie. Weten kinderen wel wat dat betekent? Ja, ik vraag het ze nooit, want ik vind het een moeilijke termen om mee te beginnen. Wij werken eigenlijk, dan benadruk je eigenlijk de problemen. Wij werken graag aan het grote fijne gevoel dat je samenwerkt, dat je bij elkaar hoort, dat je samen in een wijk woont, dat je elkaar kan leren kennen. En dat gevoel dat je verbonden bent en dat gedrag wat daarbij hoort, dat laten we ze ervaren. Dus ik zeg niet, kom maar, we gaan het even over polarisatie hebben. Maar we leren ze samen te spelen. Bij onze bus bijvoorbeeld kun je stempels verdienen. En vinden kinderen heel leuk stempels verdienen, dus dan gaan ze eerst opruimen of zo. Maar je krijgt veel meer stempels als je met iemand gaat spelen die je nog niet kent. Of iets organiseert voor een groepje voor volgende week en er alles voor doet om het voor elkaar te krijgen. Leuk. En wat kunnen de ouders dan thuis zelf nog doen om polarisatie te voorkomen? Ja, het is... Wat denk ik het meeste helpt is te bedenken, we zijn allemaal samen. We zitten hier samen als mensen bij elkaar, in een omstandigheid, in een wijk, in een gezin. En samen willen we eigenlijk allemaal het beste ervan maken. En wat je kan doen, het zijn de handige gedragsdingen die bij vreedzaam geleerd worden, ook op school. Kinderen leren een hand te geven. Ze leren elkaar aan te kijken, te luisteren voordat ze een oordeel hebben. En als er een conflict is, te denken, oké, we hebben een conflict. Hoe gaan we daarmee om? In plaats van ruzie te maken, zeg maar. Je zegt eigenlijk, ga het gesprek ook aan met je kind. Ja, en vind het ook leuk. En vragen ze aan je kinderen wat ze leren op school daarover. Dat is ook heel erg leuk. Want grote mensen kunnen een heleboel van die kinderen leren. Ja.
Dat is ook heel leuk. En nou ja, bij sociaal makelaarorganisaties of andere organisaties kunnen ouders ook cursussen volgen. Open het gesprek met elkaar. We leven gelukkig in een democratie. En daar heb je de ruimte om jezelf te zijn en uniek te zijn en met elkaar te zijn. Nou, mooi werk doe je als sociaal makelaar. Het is heel mooi, ja. Dank je wel.